Wordt er, ja, mag wel, maar er wordt niks mee gedaan. Een kandel ligt voor het eerst erbij. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Wezenboer. En zoals jullie weten ben ik zelf Corina en een hek een lieftallige kat. Dat is de oudste in het rijtje. Die heet Gandalf en die hek ook al vanaf kitten. Dan komt Rijka, die hek het langste in huis, niet qua Gandalf, maar qua de honden. Die heet Rijka dus, dat is het kleinste. Die wordt dit jaar 2 jaar. En degene die ik nog niet zo lang in huis heb, dat wordt november 1 jaar, is onze Elwing en die is alweer 4 jaar. Dus ja, dan weten jullie dat ook weer eventjes bij brengen allemaal. Het is hier de hele dag regen. Nog eens regen geweest. Ik was ook niet vooruit te branden. Ik had een knaldekop en het begint nog een klein beetje te zakken. Laten we hopen dat het verder zakt. Want ik kijk zo wat scheel ervan. Ik ben dus ook nog niet weg geweest om te vloggen bij de paddenstoel. Maar ik hoop dat het droog blijft. Ja, het spattert nog wat. Maar ik moet zo even op buienradar kijken. Zelfs de meisjes wouden er niet uit. Enkel Rijka is net nog in de tuin geweest. Maar vanochtend ook. Die waren er niet uit te branden. Elwing al helemaal niet. En Rijka die lag ook lekker te slapen aan het voeten in het onderen dekbed. Die kwam ook pas net eigenlijk tevoorschijn. Ik denk, nou ja, ongeveer een half uur geleden, 3 kwartier zoiets, kwam ze pas tevoorschijn. Ja, nou ja, ik denk, oké. Lekker makkelijk, zulke hondjes. Ja, toch? Dat helemaal geen haast, er niks erbij van ik moet nodig of wat dan ook. Nee. En ze kwam ook snel weer binnen dat ze voelde dat het regende. Dus dan weet je dat ook maar weer. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe ik verder ook. Ik heb er dus net de zin in. Ja, ik moet ook nog boodschappen doen. Moet. Ik heb zelfs geen beleg meer. Drink maar een pakje met ham erin. En dat is ook het enigste. Maar oké, lieve vrienden. Ik zal even de buienradar kijken wat die ons nog geeft. En dan hoop ik dat ik straks met de meisjes uit kan en daarna eventjes naar de paddenstoel, dat even op film zetten en dan boodschappen doen. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, ik zou zeggen, met die noeken straks alweer. Ja, zo lieve vrienden, ik ben weer thuis met mijn boodschappen en al dat daarna nog allemaal uitpakken en opruimen. Ik krijg een lekker bakje koffie bij. Ik moet nog even water inschenken. Ga ik nog even doen. En ook heb ik een bounty in de tas zitten. Die pak ik, ga ik er ook uitzoeken. En dan ga ik lekker even genieten. Ik zou Karin even bellen, want die had me vanmiddag geappt. Dus ja, dan ga ik eventjes bellen. En eventjes de dag bij weer doorspreken. Hoe het gegaan is met haar en met Roderick. En met mezelf, want ik verga uiteraard knallende hoofdpijn. Maar ja, het geeft ook wel een soortje herrie, hè? En dat nemen jullie ook wel, want ik zet er bewust al geen muziek eronder. En enkel bij mijn intro, daar doe ik een stukje muziek onder en voor de rest niet. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Blijf het even. Ik heb er net ook weer een vrouw gesproken bij de kruidvat voor. Die kwam er net uit en die vond het ook vreselijk erg. Maar ja, wat doe je dan? 2 keer niks. Nee. De gemeente die neemt het besluit en wij hebben naar kijken. Ja, we mogen er niet in mee beslissen. Mag wel, maar er wordt niks mee gedaan. Nee. Maar ja, oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet. En tot later, zou ik zo zeggen. We gaan vanavond niet naar Carillon. Ik laat me niet nat regenen. Nee, dan moet het wel beter weer wezen dan dit. En je kan ook nergens schuilen of wat dan ook. In de stad kun je nog eens eventjes snel een winkel ingaan om even te schuilen. Maar ja, dat
Ik heb op dat moment boodschappen gedaan. Ik denk, wegwees, hier zijn boodschappen. Ik dacht maar ook weer naar huis. En toen weer terug. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze toch later. Doei! Nou, lieve vrienden, kijk nou eens hoe lief Rijka, Elwing en Gandalf, alle drie, op de bank. En Gandalf ligt voor het eerst erbij. Dus is het zo mooi, zo schitterend. Echt. En met de blik op mijn diertjes, op mijn liefdallige diertjes, wens ik jullie allemaal nog een fijne, verdere, liefdevolle avond toe. Geniet ervan, voor later op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Tot morgen. Doei doei.